Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ben er weer, zondagmorgen. En ik heb weer gesport in de gym. Boom! Hoppa! Was wel lekker vandaag. Oh. Ik moet wel zeggen dat ik vanmorgen had ik er wel wat moeite mee. Ik wilde eigenlijk gaan hardlopen in het bos. En gisteren was het laat. Ik heb baddienst gedraaid. Het was laat, 2 uur. Vanmorgen vroeg. Bos, bar, poel. Dus, nou, dan maar naar de gym. Dan maar even lekker naar de gym. En het was lekker. En het ging goed. Het was leuk. En vakantie. Per afgelopen vrijdag heb ik vakantie, 3 weken lang. Dus ga 3 weken lang ga ik ook kijken dat ik toch weer langzaamaan kan gaan beginnen met hardlopen in het bos. Aan opbouwen. Ik heb daar straks heb ik in de sportschool weer even op de hardloopband gestaan. Om even wat in te komen. Ik heb alleen maar 6 minuutjes gedaan in plaats van 12 die ik normaal gesproken zou doen. Maar goed, alles om op te bouwen. Dus gaan we de komende dagen of de komende weken gaan we daar aan proberen te werken. Dat ik weer regelmatig naar het bos ga. Dat ik daar weer gewoon mijn 3-4 rondjes kan gaan lopen. Daar achteraan weer wat oefeningen. Enzovoort, enzovoort. Dus dat ik dat weer een beetje ga oppakken. Lijkt me een prima idee. Nou ja, gisteravond natuurlijk in Nederlands elftal. Poh, begonnen ze goed. Kregen die inkakker, tegengoal. Nou ja, en dan moet uiteindelijk een tweede helft uitsluitsel bieden. Om uiteindelijk de wedstrijd over de streep te trekken. Maar goed, alles bij elkaar was natuurlijk gewoon op zich goed. Doet natuurlijk de deugd. Het is wel bizar met zo'n indeling. Dan ben je derde en dan krijg je eigenlijk een redelijk positieve rechter rijtje in plaats van linker rijtje. Maar dan als je dan kijkt wat Frankrijk heeft gehad, Frankrijk-Portugal. Ja, dus, die schakelt dan uiteindelijk, wordt dan uiteindelijk uitgeschakeld door Portugal. Had dus Nederland kunnen staan als ze tweede waren geworden. Ja, in Oostenrijk, oké, daar had je Oostenrijk wederom tegengekomen. Dus dat was eigenlijk niet zo'n wisseling geweest als eerste. Maar ja, het is best bizar. Het is best bizar dat je toch een klein beetje geluk hebt met uiteindelijk de indeling van de pool. Of na de pool en de indeling van het staatje. Dat je min of meer toch aan de goede kant terechtkomt. Dat je niet meteen of Duitsland, of Spanje, of Frankrijk, of dus inderdaad Portugal tegenkomt in de kwartfinale. Dus die mazzel heb je dan een klein beetje. Nou goed, dan zou je hem eigenlijk gisteren bijna verspeeld hebben. Maar goed, het is goed gekomen. Het leuke ervan is, ik heb dus een vakantie. En toen werd ik dus gevraagd om aanstaande woensdag wederom achter de bar te gaan staan. Nou, waarom niet? Dat is leuk. Oké, je mag er niet alles mee van de wedstrijd, maar ik weet niet, op een of andere manier, ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om te doen. En dan waarschijnlijk met de Vierdaagse bij Juliana ga ik waarschijnlijk ook weer achter de bar staan. Ik weet niet wat ik de laatste tijd heb. Ik heb veel barwerk, dat is barwerk. Maar veel barwerk gedaan, de laatste tijd bij Juliana. Oké, met de Vierdaagse weliswaar voor de bar. En alleen aannemen en doorgeven en weer terug. Maar met 7 tegen 7 toernooi achter de bar gestaan. Nu al een paar keer, of 2 keer al bij het wijkgebouw. Waar mijn vrouw eigenlijk ook normaal gesproken achter de tap staat op de vrijdagavond. En nu met voetballen. Dus ik vind het wel leuk. Dus dat blijven we eventjes lekker doen. Ik vind dat grappig. Maar goed, nogmaals, ook vanwege het trainen. Vanwege het trainen. Dat met die
Juliana is dus nog niet helemaal over. Ja, dat is best wel een verhaal. Ik ga er niet in zeggen, maar goed. Het wordt gevraagd, is gevraagd of dat ik toch nog komend seizoen een x-aantal wedstrijden wil gaan bemannen als zijnde verzorger. Nou ja, goed. Ik bedoel, ik heb dat jaren gedaan en het beviel me goed. En juist door het werk kan ik dus door de week niet of nauwelijks. Dus ik zeg, ik wil het best doen. Ik zeg alleen niet alle zondagen. Dus ik ga wel even kijken welke zondagen dat ik ga invullen voor de competitie. Om mee te helpen. Want ja, weet je, anders had ik het net zo goed gewoon wel kunnen handhaven. Maar goed, dat is voor latere zorg. Dus, nou, je ziet het, ik ben weer thuis. Auto is weer uitgezet. Dus, klaar. Ik ga stoppen. Dan zeg ik tot de volgende keer voor de vaste kijkers. En dan kijken we of we dan weer een update hebben over Nederlands elftal, voetbal, vakantie, mijn fitness, hardlopen. Ik zie het allemaal wel, ik wacht wel af. En natuurlijk ook motorrijden, want nou, als het goed is zouden we vanaf deze week het weer allemaal gaan verbeteren. Dus hebben we meer gelegenheid om een stukje te gaan motorrijden. Brom, brom, brom. Leuk man, leuk. Dus, goed. Ik ga afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. En dan, ja. Zie je weer. Ik zeg de groeten. En duimpje omhoog. Abonneren. Komt helemaal goed. Groeten. Tjoe.